En ik ga vandaag voor de allereerste keer weer zwemmen met Ravenna. En ik heb vandaag Pietje mee naar de camping. Het is alleen wel heel lang geleden dat ik in mijn eentje in het bos ben geweest met Brownie, want bewust doen we dat eigenlijk niet meer. Juist. Oh, wat is dat? Hoi allemaal, welkom weer bij deze nieuwe video op mijn kanaal Provenne. Achter mij staan de paarden lekker eindelijk weer in het grote land. En ik ga vandaag voor de allereerste keer weer zwemmen met Ravenna. Die staat ergens daar in de verte. Ja, hebben we dit jaar nog niet eerder gedaan. We zijn wel een aantal keer al het water in geweest. Dan kan je ergens hier een ietsje zien. Maar echt zwemmen hebben we dit jaar nog niet gedaan. Ik heb in mijn rugzak hier zo mijn bikini bij me, een shirt waarin ik zwem. Ik heb mijn zwemschoenen, mijn oude gympen aan. En ja, dan gaan we lekker het water in. Dus ik neem jullie daar gezellig ook bij mee. Veel plezier. En ik word gebeld. Paard 1, paard 2, paard 3. Wie hebben we daar? Hoi! Moeder. Wie ben jij? Ja, plaatsvervangende moeder. Zat geen tijd. Mensen halen ons door elkaar, snappen jullie dat? Maar ik heb dus speciaal een bril aangeschaft, zodat het niet meer zo moeilijk is. Brownie, waar ga je heen? Tegenwoordig ben ik ook niet Ivanka, maar Brievanka. Kom gaan. Oké, deze is voor jou. Oh, kom paard. Alsjeblieft, die mag jij hebben. Dankjewel. Brownie gaat op avontuur. Ik denk dat ze dorst heeft. Ik vond het best wel aardig een foto van mij doen. Oh. Goed zo. Goed zo. Ik heb eventueel nog meer wortel. Ik heb er nog eentje. Mooi, hè?
Het is best wel geniet hier. Het is lekker rustig hier. Samen met Funky. Gewoon in het gras zitten. Ja, er is ook iemand nog aan het zwemmen, maar daar zijn we eigenlijk niet voor. Maar dat zeggen we niet. Je weet dat deze camera heel ingezoomd is. Ja, maar we waren best wel leuk. Ja, wij zijn leuk. Waar wil je hem hebben? Nee, weet je niet over. Wat is dat, jongens? Dat doen jullie best aardig. Ik had een hoofdje meteen. Dat vindt ze aardig. Ja. Alles voor eten. Ik heb een heel goed bedelhoofd wel. Ja. Ook wel een mooie weerspiegeling. Hey, sorry meneer. Wat zijn paarden eigenlijk dom? Paarden zijn veel groter en sterker dan mensen. Mm. En ze laten zich dit soort dingen aanpraten. Ja. Even serieus. Voor een wortel doe ik dat echt niet hoor. Nee, maar jij rent ook weg voor een spin die veel kleiner is. Ja, maar spinnen zijn eng. Ja. Dat is anders. Wij zijn is het anders. Kom dan. Yeah. Goed zo. Oeh, lekker worteltje. Gaat hier ook nog goed? Gaat ze ook. Commentaar, wil je ook een worteltje vangen? Kijk hier. Oh ja, worteltje vangen. Kijk, goed zo, braaf. Worteltje. Zo. Het is echt wel spannend vandaag. Ja. Je ziet die oogjes en gaan zo van, oh, ik ben mijn controle kwijt. Oh, viel best wel mee. Wat maken we nou zo druk om? Ik vind het echt wel eng als die controle van de voeten kwijt is. Je ziet in die oogjes een beetje gaan van, Zo lekker, fan. Joempie. De paarden zijn lekker weer aan het eten. En dan brengen we ze lekker naar de wei. We hebben echt heerlijk gezwommen. En daarachterin zijn kuikentjes. In het zand. Daar. Oh, zo snoezig. De paarden staan weer lekker in de wei. Daar achter me kunnen ze naar het hele grote deel toe. Brownie heeft lekker eerst even gedronken. En daar gaat ze. Geniet ervan. Fijne avond. Jij kan er niet meer. Doei. Nee, ik word opgesloten. Hoi allemaal, het is weer een dag later. En ik heb vandaag Pietje mee naar de camping. Ja, oh, schrok je van me. Hey. Pietje begint inmiddels groot genoeg te worden, dus wij gaan hem rustig aan vandaag kennis laten maken met andere kippen. En dan misschien over 1 à 2 weken dan gaat hij hier helemaal wonen. Jij vindt Pietje nog wel een beetje raar, hè?
Jee. We zijn er klaar voor. Die hoort hierbij. We gaan achter Ricky aan. Zou opschieten, hij is bijna weg. Nee. Oh, laat maar. Dan begint je vakantie. Papa zei dat hij Brownie wel meekrijgt. Nou, zoals je kan zien, zijn wij op buitenrit. En hier zo. En we liepen eerst achter mijn vader aan. Mijn vader die was een stukje sneller dan ons, want het is echt bloedheet. Dus ik ben nu een stuk aan het afsnijden. En dan gaat mijn vader nog de berg op en de berg af. En wij lopen hier eerder al naar beneden toe. En dan kom ik daar mijn vader weer tegen. Want we hadden al wat opstartproblemen, want het is gewoon echt heel warm. Ja, het is alleen wel heel lang geleden dat ik in mijn eentje in het bos ben geweest met Brownie. Want bewust doen we dat eigenlijk niet meer. Omdat zij in haar eentje alles heel spannend vindt. Maar zo'n klein stukje afsnijden moet wel even lukken. Maar ze is wel heel alert op alles nu. Nu papa weg is. Ga maar, je kan het wel. Oh, mestpauze. Je kan het allemaal wel. Goed zo. Ja, goed zo. Ik ben knap. Goed zo. Netjes. Goed zo. Verop. Verop. Maak eens een geluidje. Oh, wat is dat? Oelala. Lekker hè? Hey mam. Ja. Ze wordt heel enthousiast. Mooi. Ze kust mijn voeten. Lekker hè? Vind je papa ook goed? Goed zo. Goed zo. Super. Ja, super. Hey, ben ik weer? Hi, kijk wat ik mee heb. Ik heb een handdoek. Ja. Goed zo. Kijk hoe volwassen mijn kleine kipje is. Goed zo, Pietje. Nou, Brandje staat weer lekker op stal en nu ben ik met Fenna in de longeerbak. Wat kun je eens aan doen? Goed zo, laat jij eens zien wat je kan. Oh, voorzichtig. Dan nadenken, hè? Goed zo, voorzichtig, voorzichtig, Fenna. Fenna. Je bent nu niet meer aan het nadenken. Super. Goed zo. Oeh, dat was heel spannend. Goed zo.
Ze is soms zo bezig met haar eigen ding dat ze vergeet op de benen te letten. Nog een keer. Flame. Flame. Juist. Goed zo. Ze doet zo hard haar best. Oh, ga je er nog een keer op? Oké, okay, goed zo. Goed zo. Voetje. Ja, wauw. Super. Wauw. Oeh, eerst wachten. Wachten. Juist. Voorzichtig. Goed zo. Hoi allemaal, even een korte voice-over onder dit stukje. Ravenna had eenmaal gestijgerd. En toen zette ik de camera aan om te kijken of zij het nog een keer ging doen. Het is niet op commando. Dit heeft zij in het eerste jaar namelijk best heel veel gedaan. Alleen ik heb het bijna nooit op film gehad. Hier zie je het gebeuren. Dit is dominantie wat zij vertoont. En dat doet ze meestal als ik dan op het blok stap. Zoals je ziet deins ik achteruit om mezelf in veiligheid te brengen. Daarna stap ik wel direct weer op het blok om alsnog dat te doen. Omdat ik terug ben gedeins moet ik wel weer opnieuw daar omhoog komen te staan. Ja, dat doet ze dus. En nu heb ik uiteindelijk een keer op film. Maar dit doet ze wel vaker. Ja, de laatste maanden niet heel erg meer. Ik zal even kijken of ze goed en hier op... gingen wij rustig dus nog even een keer oefenen met dat ik op het blok sta en dat we het gewoon even goed afsloten. Hier zie je alsnog een momentje van dominantie waar ze net niet gaat zeigeren. Maar ja, dit heeft ze dus vaker gedaan. Nou, vanochtend was hij heel zelfstandig, maar nu wil hij alleen maar achter mij aan. En hier is Vennetje en ik ga jouw voer even klaarmaken. Dat moet eerst nog een kwartiertje weken. Ja. Hop, 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 hop. Wow, ben je een beetje in een gekke bui vandaag? Ja. Goed je Pietje, ga lekker scharrelen. Nou, Pietje is lekker aan het genieten. Ja. Ja, ja. Oh, kijk dan. Hij is helemaal gelukkig hier. Dus hij gaat voor vannacht nog mee naar huis. Maar ik ga hem denk ik komende weken hier achterlaten. En daar wordt zijn hokje onderzocht door een andere kip. En ik hoop dat ze zo even kennis gaan maken met elkaar. Hij gaat zijn hokje weer in. Pietje. Nou, Fenna heeft echt de beste eetgewoontes van Nederland. Ze maakt er een gliederboel van. En ze smakt. Blah, die speuk. Fietsbeuk.